Ik hoop dat er een heel bijzondere mix is van makers en bewoners. En dat er nog wel hele rauwe stukken zijn waarin we een experiment kunnen aangaan. Dat hoop ik wel, dat dat rauwe stukje stad ook nog een beetje rauw blijft en niet een Zoetermeer. Havensteder, gemeente Rotterdam en het burgerinitiatief Soho Citizens slaan de handen in één om de toekomst van het Zomerhofkwartier, oftewel Soho, vorm te geven. Het moet een levendig woon- en werkgebied worden. Dus wij hadden zoiets van, nou, wij willen niet weggegooid worden uit dit stukje stad. Maar dat gaat misschien wel gebeuren, dus wij gaan ons bemoeien met dit stukje stad. En dan doen we het ook gelijk met de eigenaren en de belanghebbenden in dit gebied. Ik heb me daarbij aangesloten omdat ik het belangrijk vind dat zo'n gebied als dit een nieuwe kans krijgt. Die kans hebben we gegrepen en ik ben er trots op dat ik daar deel van uit mag maken. Juist dat feit dat ik me eraan irriteerde, heeft ervoor gezorgd dat ik dit met al die overgave doe. En misschien had ik het lang niet met zoveel overgave gedaan als ik betaald werd of het een opdracht was geweest van de gemeente. In Soho loopt een verkooptraject van alle commerciële panden van Havensteder en de grond van de gemeente Rotterdam. Partijen die het gebied willen herontwikkelen kunnen zich aanmelden en uiteindelijk blijft er één partij over. De gemeente, Soho Citizens en Havensteder hebben allemaal 1/3 van de stem voor de nieuwe plannen. Nee, conflictoneenigheden zijn niet aan de orde. Uiteraard hebben we verschillende perspectieven en verschillende belangen. En komen die niet altijd helemaal goed overeen met elkaar. En natuurlijk zitten er dingen in waarvan wij denken, jammer, liever niet. Maar dat zullen zij ook hebben misschien, denk ik. Maar over het algemeen ben ik wel tevreden met hoe het gaat, ja. Maar de stichting loopt wel heel vaak tegenaan van kleine projectjes. Dan moet je soms wel weer vergunning voor vragen. Of de gemeente die wil weer iets anders organiseren. En dan weet je het opeens niet meer waar je moet zijn. En daar lopen we wel tegenaan. En dat is erg jammer. Dat zou wat fijner moeten gaan. Het Zomerhofkwartier is een bedrijventerrein uit de jaren 50. Voor 2008 waren er al plannen om het gebied te veranderen in een woonwijk. Maar de financiële crisis gooide roet in het eten. In de afgelopen 10 jaar is er al hard gewerkt om het gebied te verbeteren. En dit jaar wordt er dan uiteindelijk gestart met de verkoopprocedure. We denken dat op basis van de eerste schetsen we ongeveer 70.000 vierkante meter programma kunnen ontwikkelen hier. Het grotendeel zal dat woonprogramma zijn. Dat zal dan misschien wel 500, 600 woningen kunnen zijn. 30% wordt sowieso bestemd voor de sociale huur. En de rest ook voor middenhuur, voor duurdere huur en voor koop. Het andere deel, ook zeker nog voor ondernemerschap, zowel kleinschalig creatief als ook voor groot ondernemerschap. Op 9 november vindt het Stadmakerscongres plaats in Theater Rotterdam. Op dit congres wordt de stad gevierd met de mensen die de stad maken. Zij gaan met elkaar in gesprek over de toekomst van Rotterdam. Soho Citizens is er ook bij en zij gaan dieper in op stad maken. Begin met iets wat je irriteert of wat je leuk lijkt. Want daar moet het begin liggen, want je moet toch wel je energie ergens vandaan halen. En daarna kijk naar wat je ingangen zijn om het voor elkaar te krijgen. En probeer dat door middel van samenwerking in plaats van de kont tegen de kribben.